Sjole, ik ga bij jou beginnen, want jij bent eigenlijk het verst gedebuteerd. Binnen 5 jaar dat je in Nederland woont, heb je een roman geschreven en gepubliceerd. Hoe heb je dat gedaan? Magie. ja, het is 5 jaar lijkt heel kort. Maar als ik terugdenk aan wat ik allemaal heb gedaan en wat is allemaal gebeurd, is ook best lang. Mijn verhaal is dat ik wilde al lang schrijver worden en ik had passie voor schrijven, maar... Als kind? Bijna, ja. Niet kind, maar tiener. Dus ik was 15, 16 en toen wist ik, oké, ik ga schrijven en ik ga schrijver worden. Maar ja, het werd niet echt serieus genomen door mijn omgeving. En mijn ouders wilden dat ik ga iets serieus doen met mijn leven. Dus ik moest... Wat is serieus? Ja, geneeskunde moest ik studeren. Serieus genoeg, denk ik. maar ja, mijn hart was bij literatuur. En ik schreef vooral dus voor mezelf dagboek of hier en daar iets te doen. Maar dan, toen ik naar Nederland kwam, voor mij was het een soort van een nieuw begin van mijn leven. Dus ik voelde me weer als een kind. Maar dan dat dan ook best veel kracht heeft. Dus ik dacht, nou, misschien nu is het moment om mijn passie achteraan te gaan. Dus ik dacht, ik ga hier schrijver worden. En letterlijk van de eerste dag begon ik met het leren van taal. En dan een beetje, zodra dat ik een beetje Nederlands kon, dan ging ik op zoek naar, oké, hoe ga ik binnen? Hoe word ik gepubliceerd? En hoe heb je dat? Hoe was jouw weg daar naartoe? Want je kan me voorstellen, je schrijft een keer een gedicht. En ging je daar dan mee? Stuurde je dat naar literaire tijdschriften of ging je optreden? Ik begon vooral met. Ik was in het begin zo onzeker van mijn taal, maar ook van mijn stem. En ik wist eigenlijk niet dat wat ik schrijf, vinden mensen hier iets. Dus om dat twijfel een beetje achter te kunnen laten of een antwoord te kunnen geven. Ik dacht, ik ga vooral live voordragen. En dan in de ogen van mensen of hoe ze reageren, kan ik zien dat, oké, is het iets of niet? Ik had geen zin in zitten de hele dag te mailen en dan maanden wachten tot misschien een antwoord komt. En meestal is het gewoon nee zonder. Ik had niet echt verwacht dat iedereen gaat mijn tekst zomaar lezen. En dus, hoe zie je dat dan? Dus je staat daar voor te dragen en je kijkt die mensen in hun ogen. En wat wil je dan zien? Dat ze luisteren, dat ze verrast worden, dat ze laten komen en compliment geven. En ik hoopte ook heel erg dat in de zaal iemand zit die ook mij kan helpen met verder te gaan. En, dus voor bijna 2 jaar heb ik zo gedaan. Dus ik ging naar alle evenementen van een heel kleine bibliotheek in een dorpje met 5 mensen, waarvan 3 aan het slapen waren tijdens mijn voordraag. Tot dan met alle grootste literaire festivals. Dus en zo ging ik door. Ondertussen stuurde ik mijn werk naar literaire tijdschriften, waarvan heel veel geen reactie of nee met standaard nee. Verder succes. Toevallig in een van deze evenementen was ook iemand die zei, oh, heb je meer? En zo kwam ik mijn huidige redacteur. Ik maakte met hem een afspraak en zo ging het een beetje. Het was ook niet makkelijk. We waren bijna voor 5, 6 maanden in gesprek. Heel lange sollicitatiegesprek. Maar ja, nu ben ik hier. Dankjewel. Heel kort. Ja? Moet je je voorstellen dat je schrijver wil worden en je hebt een verhaal. En je gaat dus op een podium staan en kijken hoe mensen reageren. Dat is onwijs dapper. Wilde ik even gezegd hebben. Ja. Ja. Robert, ik kijk even naar jou. Voor jou is het een stuk langer geleden dat je begon met het zoeken van een uitgever.
Herken je iets? Ging je ook op het podium staan? Nee. Ik heb een hele andere weg afgelegd. Op podium staan, dat was voor mij niet het eerste wat ik zocht. Even kijken hoor. Het was in 2006 dat mijn boek verscheen. Hoe oud was je toen? Ik ben nu 40. Het is exact 15 jaar geleden. In november 2006. Dus volgende maand is het 15 jaar geleden dat ik debuteerde. En je was 25? Ik was 25. Ik had de kunstacademie gedaan en op de kunstacademie in Den Bosch kwam ik al achter dat ik geen beeldende kunst meer wilde maken, maar wilde schrijven. Dus in het jaar na de academie werkte ik s'avonds in de Schouwburg van Tilburg. Ik woonde toen in Tilburg en s'avonds werkte ik in de Schouwburg van Tilburg. Jassen aannemen, borden afwassen, wat er maar moest gebeuren. En overdag werkte ik aan teksten die ik wilde verbeteren. En ik heb het eigenlijk op de hele ouderwetse manier gedaan. Ik heb gewoon de beste tekst 5 keer gekopieerd en in een envelop gedaan. Ja, lach maar. En opgestuurd naar 5 uitgeverijen in Amsterdam. Ik had geen enkele kruiwagen of iets. Ik kende niemand in de wereld hier van Amsterdam. En ja, ik had een vriendin en die had zo'n handboek voor schrijvers. En daar stonden van die tips in. Ja, er wordt heel tijd gelachen. Maar dit waren allemaal hele bruikbare dingen, jongens. Was dat die van Louis Stiller? Sorry? Was dat die van Louis Stiller? Dat was van Louis Stiller, ja. Met oranje op de voorkant. Ja, in de schrijfbibliotheek. Ja, heel goed. Ja. En wat voor tips heb jij opgevolgd die daarin stonden? Nou, bijvoorbeeld stuur het niet naar elke uitgeverij op, maar verdiep je in de uitgever waar je... Ja. Dus ik ging voor mij... Heel goed. Dat heb ik jou laatst geluisterd. Ja, soort. Met terugwerkende kracht. Precies, ja. En even kijken hoor. Ik ging ook voor mijn boekenkast staan. Ik dacht, welke boeken vind ik goed? Ja. En welk logootje zit er opgeplakt? Ik had geen idee hoeveel mensen werken bij een uitgever. Zijn het er 60? Zijn het er 3? Wie zijn het? Ik bedoel, je had al wel internet, maar niet zo tegenwoordig als nu. Mm-hmm. Ik had geen idee. Dus uiteindelijk heb ik 5 uitgeverijen uitgekozen. Volgens mij Arbeiderspers, Bezige Bij, De Geus, De Harmonie en Neigen van Ditmar. Ik kreeg 3 afwijsbrieven. Zo'n 3 regelen, een regel afwijsbrief van bedankt voor uw werk. Succes. Ja, het past niet in ons fonds. Ik ken het woord fonds ook. Ik dacht, fonds, waar heb je het over? Ja. Je bedoelt in de groep, nou, weet ik veel. Mm-hmm. Succes met het zoeken, doei de bezig bij, zoiets. Ja. En uiteindelijk kreeg ik 1, en die heb ik meegenomen. Ik was er nou op zoek gegaan. 1 soort, wat ik zelf zie als een halve afwijsbrief van De Harmonie. En er was 1 positieve reactie van Neigen van Ditmar, Fik van der Rijt. En die schreef iets van, we hebben je boek gelezen, wil je langskomen? Dus dat was ik had nog niks nergens gepubliceerd. Ik ben als wil je hem voorlezen? Oh ja, dat was ik vergeten, ja. Uitgeverij De Harmonie, zaten toen nog aan de Spuistraat, 2006. Even kijken hoor. Van Jacco Groot zelf. Ik begreep later dat dat best een eer is. Ja, wist ik veel. Beste Robert Welage, sorry, dat is uitzonderlijk, hè? Sorry dat je even op een antwoord moest wachten. Nou, dat is een hele lieve begin. In dit geval wilde ik het manuscript niet alleen lezen. We vinden het behoorlijk goed, maar niet iets om uit te geven. Vandaar dat ik het als een half... Ja. Ons voornaamste bezwaar is dat het hier duidelijk gaat, zoals je zelf al aangaf, om de sfeerbeschrijving, terwijl wij het op veel plekken behoorlijk slordig geschreven vinden. Oh. Nou, die stak ik ook maar in mijn zak. We hebben je manuscript hier en daar van commentaar voorzien. Nou, dat is een grote eer. En dat spreekt waarschijnlijk wel voor zich. Graag zouden we meer van je willen lezen. Vriendelijke groeten, Jacco Groot. Interessant, maar Neigen van Ditmar zei, wil je langskomen, want we vonden je boek heel goed. Dus, toen ben ik naar Neigen van Ditmar gegaan en daar zit ik nog steeds 15 jaar later. Ja. Heb je toen wel iets gedaan met het commentaar wat je kreeg van in dit manuscript? Ik meen dat ik daar wel echt heel zorgvuldig naar gekeken heb. Want ja, ik dacht, dat was de eerste uitgeverij die naar mijn tekst keek. Dus ja, volgens mij wel. Ja, leuk. Ja. Bijzonder, ja. Ja. Had jij een kruiwagen, zoals ze dat noemen? Ja, ik studeerde aan de schrijversvakschool. Ik ben een groot fan van schrijfonderwijs. En toen ik nog aan het studeren was, daar won ik Right Now.
Een grote jongerenwedstrijd. Die is nog steeds ieder jaar. Heel erg leuk om te volgen. Er komt veel talent uit. En toen ik die won, kwamen er allemaal mailtjes en berichtjes van... goh, wil je eens langskomen en praten over je ambities? Maar ik was nog heel erg zoekende en ik was nog heel erg aan het afstuderen. Dus ik heb dat rondje gemaakt, een paar aanbiedingen gehad... en toen tegen iedereen nee gezegd. Omdat ik dacht, ik moet eerst zelf iets doen. En dat heb ik vervolgens gedaan. Ben ik opnieuw een rondje gaan maken... En er kwamen een paar mensen bij. Er kwamen een paar mensen die zeiden... nou, dit was eigenlijk niet helemaal waar we op hoopten. En uiteindelijk kwam ik bij Cossé terecht. En daar ben ik heel gelukkig. Ja, mooi.